De eerste gast van Letteren Live, de allereerste gast, is meteen niet de eerste, de beste. We zijn er super trots op dat hij er is. En daarom verwacht ik van u, als liefhebbers hier op het Spui, een warm applaus voor Rob van Essen. Rob, dankjewel. Fijn dat je hier bij deze, ik zou bijna zeggen, ontmaagding wil zijn. Maar dat is misschien weer onsmakelijk uitgedrukt. Maar ja sorry, maar ik wist geen ander woord. Gelukkig ben je hier. Winnaar literatuur, Libris Literatuurprijs. Een grote prijs gewonnen. Maar een schrijver die al heel lang aan de weg timmert. Maar vooral, wat dan altijd wordt gezegd, een writer's writer. Heeft die prijs, want we gaan het straks hebben over je roman Vissen, die opnieuw is uitgegeven. Maar heeft die prijs nou echt zoveel veranderd als mensen vaak denken? Mijn handtekening is een stuk groter geworden sinds ik die prijs heb gekregen. Heb ik gemerkt met al die signeersessies. Dus het heeft wel gevolgen. Ja. En ook in je hoofd, want ik kan me voorstellen, je wordt meer uitgenodigd voor gelegenheden als dit en waarschijnlijk ook voor sessies in het land. En dat gaat van je schrijftijd af. De schrijftijd neemt af, maar het gaat niet af van de belangstelling voor het boek, dus dat gaat heel goed. En het vreemde is dat je jezelf voortdurend tegenkomt, dat je voortdurend met jezelf geconfronteerd wordt. Dat is even wennen. Als in de media? Of? Ja, ook in de media, maar ook op avonden in boekhandels of in zaaltjes en zo. Het gaat, kijk, ik ben al heel lang met dit boek bezig. Dat is ook nieuw voor mij. Meestal als je een boek schrijft, je krijgt recensies, je hebt een paar maanden iets en dan kan je weer met je volgende project bezig. Dit gaat over de goede zoon. Ja, dat blijft. Dus ik ben heel lang met dit boek bezig. En het boek, dat wordt ook op een gegeven moment, wordt het ook... In het begin is een boek nog een beetje vloeibaar. Kan het alle kanten op bij lezers en bij recensenten. En op een gegeven moment begint het een beetje te stollen. En nu is het echt een soort harde kaas geworden eigenlijk. Ja. Nou, dat is heel raar om mee te maken. Hoe voelt dat? Want je hebt nu ook, ik geloof dat er zo rond de 40.000 zijn verkocht. Tegen de 60.000. Tegen de 60? Ja. Nou ja, na deze uitzending. Die handtekening wordt groter. Knallen we door, ja. Een uitvouwpagina moeten maken om een handtekening nog te kunnen... Maar is dat voor jou, los van dat het financieel natuurlijk fijn is en dat je een prijs wint en een boek goed verkoopt, maar heb je daar ook een bijna rancuneus of fijn gevoel bij dat je denkt, zie je wel? Nee, niet rancuneus. Het is een prettig gevoel, het is een vermoeiend gevoel, het is een vreemd gevoel ook. Het is wennen. En ik kijk ook vol verbazing om mij heen, alsof je in een soort bus zit en denk, hé, waar gaan we nu naartoe? Kijken wat de eindbestemming is en ja. Ik ben benieuwd. Een mooie bijkomstigheid is dat jouw boek Vissen uit 2008, als ik het goed zeg. 2008, ja. Opnieuw is uitgegeven. De Goede Zoon is natuurlijk het boek wat de grote prijs heeft gewonnen. En jouw uitgeverij Atlas Contact heeft waarschijnlijk gedacht, weet je wat we doen? We gaan proberen een ander boek wat destijds een beetje misschien aan de aandacht is ontsnapt. Dat is zeker, maar toch in de verkoopcijfers, de consument, de boekenliefhebber heeft hem laten liggen. Is dat een heel erg mooie bijvangst, dat zo'n boek opnieuw tot leven wordt gekust? Ja, dat is heel goed, want je boeken verdwijnen achter je langzaam. Een boek heeft, als het mee zit, 1 of 2 jaar winkeltijd en dan verdwijnt het. Is het alleen nog maar tweedehands te krijgen of in bibliotheken. Dus als je maar lang genoeg schrijft, dan zie je achter je ook gewoon al je sporen weer keurig uitgewist worden door de tijd. Dat ook wel heel relativerend werkt, maar het is natuurlijk prachtig. Als het dan op een gegeven moment zo'n boek weer een heropleving krijgt en weer gewoon verkrijgbaar is. En Vissen is een boek over een leraar geschiedenis die eigenlijk iets onhandigs zegt tijdens een les. Een man die wel al wat gekweld door het leven gaat. Hij heeft er niet zoveel zin in. Hij heeft ook een kind verloren. Een man die daardoor ook eigenlijk permanent wel misschien in rouw is. Maar die zegt wat onhandigs in een geschiedenisles. Dat wordt opgepikt door een lokale journalist van een lokale courant. En zoals dat gaat met journalisten, die maakt er natuurlijk weer een wat karikatuur van. En er ontstaat eigenlijk een soort jeugdbeweging op het platteland. De visserjeugd die hem als een held ziet van extreemrechtse ideeën. Ja. Het gaat over een maatschappij op drift. Destijds, dat ik las nog wat stukken terug, werd er gezegd, god, die Rob van Essen die zit met zijn extreemrechtse ideeën. Daar gaat het helemaal niet meer over in de maatschappij. We zijn nu meer bezig met moslimfundamentalisten. Maar als schrijver heeft hij zeg maar de verkeerde vijand gekozen. Dat werd toen wel gezegd. Bij nader inzien nu is je boek misschien actueler dan ooit. Hoe kijk je daar tegenaan? Het is misschien treurig dat het actueler is dan ooit. Ik ben ook nooit van plan om actuele romans te schrijven. Ik weet wel, toen ik aan het schrijven was, toen was er ook in de provincie wel een heropleving van neonazistische groeperingen. Dat las ik dan toevallig in de krant. Dus
die ene recensent die zei van ja, hij pakt de verkeerde, want de problemen liggen niemand in die hoek. Die keek ook niet verder dan de grenzen van Amsterdam, denk ik. Dus, maar ik ben er niet van uitgegaan om een actuele roman te schrijven. Dit kwam gewoon. Het idee was een leraar die iets verkeerd zegt in de klas en kijken wat er dan gebeurt. Ik wist ook verder niet wat er zou gebeuren in het verhaal. Ik heb het ook maar gewoon laten gebeuren en dit kwam eruit. Hij gaat, de werdegang van Jacob Visser is het eigenlijk. En dat het nu actueel zou zijn, ja, er komt een mediastorm naar alles wat hij gezegd heeft. Dat is natuurlijk, nu zou dat nog 10 keer zo heftiger zijn dan toen waarschijnlijk. Media, maar het is wel herkenbaar hoe zoiets totaal op de loop kan gaan. Ja. En hoe woorden misverstaan kunnen worden. En dan iedereen heeft zijn eigen interpretatie. En het middelpunt van die orkaan is Jacob Visser. En die doet eigenlijk geen mond open. Nee, dat is het interessante. En hij laat het allemaal een beetje gebeuren. Hij straft zichzelf eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, in die zin is het misschien dat is een personage wat we in meer van jouw boeken natuurlijk zien. De man die wat passief... Hij maakt wel degelijk een keuze natuurlijk. Hij kiest ervoor om niets te doen. Dat is ook een keuze. Want hij is getraumatiseerd door de dood van een dochtertje. En hij laat het allemaal maar gebeuren. En ik heb een beetje in het midden gelaten wat zijn motivatie nou precies is. Hij is inderdaad gewoon het oog van die orkaan. Maar doordat hij niks zegt, kan om hem heen van alles gebeuren, eigenlijk. Was het idee om het boek opnieuw uit te geven, was dat jouw idee of kwam het van de uitgeverij? Dat kwam van de uitgeverij. En heb jij dan, hoe is dat voor een schrijver? Want het is ook oud werk. Had je bijvoorbeeld aanvechting om te gaan herschrijven, om zinnen te veranderen? Ik heb het eerst heel goed herlezen. Ik heb het voorgelezen aan mijn vriendin, zodat ik geen woord zou missen. Om te kijken hoe, ik had het heel lang niet meer gelezen. Ja, aan de ene kant jeukte mijn vingers. Aan de andere kant dacht ik, ik moet er niks meer aan veranderen. Want als ik het ga herschrijven, wordt het echt een heel ander boek. En dat zou zonde zijn. Dus ik heb het zo gelaten. Ik heb er 1 zinnetje aan toegevoegd in het laatste hoofdstuk. En daarbij heb ik het gelaten. Ja. Is er veel veranderd in jouw schrijven tussen Visser en De Goede Zoon bijvoorbeeld? Ja, ik denk het wel. Kun je dat... Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik zou het nu... misschien zou ik het nu nog raarder maken. En iets compacter. Ik heb geen idee. Je zou ergens een soort proefopstelling kunnen maken met een parallel universum waar ik Visser nog niet geschreven had. En met een aanleiding van die gegevens nu Visser laten schrijven. Dan zou je een heel ander boek krijgen waarschijnlijk. Raarder. Het is wel mooi dat je dat zegt. Want inderdaad, voor mij het gegeven is wel best wonderlijk natuurlijk. Hè? De Jacob Visser die wordt van iets verschrikkelijks beschuldigd. En die denkt, oké, die gaat er echt, die gaat er gewoon niet mee. En als hij dan niet doet, is het verschrikkelijk. Namelijk... Ja. Hij helpt een kliniekclown om zeep. Ja. Ja. En dan zeg je, als ik het nu zo schrijf, zou ik het misschien nog absurder maken. Ik dacht, dat was nogal... Die kliniekclown kwam ook maar gewoon het verhaal binnenwandelen op een gegeven moment. Daar was ik zelf ook verbaasd over. Want Jacob Visser naar het ziekenhuis, in hetzelfde ziekenhuis waar zijn dochtertje ooit is overleden. Dus hij zit in een soort droomscène van, waar ben ik nu? En dan komt hij ook nog bij de kinderafdeling en dan komt die kliniekclown binnen. En dat verbaasde mij ook heel erg. Dat je gewoon, ik zat een ochtend te schrijven, ik dacht, ik klopt, kliniekclown binnen. De kinderafdeling natuurlijk. Maar toen moest hij iets met die kliniekclown doen. Ja, dat liep slecht af voor die clown. Ja, nou, terwijl dus Jacob Visser in feite een personage dat helemaal niet zoveel doet. Maar hier komt hij opeens ontzettend in actie. Ja. Ja, hier hebben we al die tijd op gewacht. En dit is hij blijkbaar ook. Alles focust hij op die clown en die moet weg. Ja, het is ook tegelijkertijd. Ik vertel het nu een beetje alsof het heel hilarisch. Ja, het is ook ergens wel hilarisch. Maar het was ook een heel dood, ontroerende scène. Niet om die clown, maar omdat het, het gebeurt bij een kindje in een ziekenhuis. Mm-hmm. Dat terminaal is. Ja, ja dat is echt een soort achtbaan van emoties waar je erheen gaat. Zo schrijf ik graag. Die achtbaan doe ik de lezer heel graag aan. Dat is, maar dat zou ik niet meer veranderen als ik nu... Het zou niet minder worden als ik nu zou herschrijven. Ja. Het zou milder of gezapiger of rustiger worden. Want jij zegt dat overkomen, dat het gaat misschien wat ver. Maar je zegt zo'n personage als... Op een gegeven moment is er een ziekenhuis en is er iets met een clown. En dan ontstaat die scène. Mm-hmm. In De Goede Zoon natuurlijk, het boek waar je nu voor geprezen wordt. Is er eigenlijk een soort gelijk iets dat een personage dat op reis is om een rare opdracht te voltooien, met een auto verder moet en dan blijkt het, we leven, dat is in de toekomst science fiction. Ja, die auto praat en communiceert, maar sterker nog, er zit een hele heftige seksscène in tussen die man en de auto, want het is de toekomst, hè, allemaal hebben we elkaar niet meer nodig, dan kunnen we het allemaal met de robotten doen. Maar is dat ook zoiets... ontstaan? Dat is, die auto is net zoals die clown het verhaal. Die auto is ook gewoon het verhaal binnengereden. Het is ook een technische oplossing voor De Goede Zoon, want de verteller had een reisgenoot. Maar daar was hij al mee uitgepraat. Dus ik denk, hij moet alleen verder.
En ik had al geschreven dat je geen rijbewijs had, dus ik dacht, ja, ik moet een zelfrijdende auto en die geven me een stem. En die auto is dus op een gegeven moment ook maar gewoon binnenkomen fietsen, dat verhaal. Je klinkt eigenlijk toch een hele heerlijke, pragmatische man. Nou, ik ontwerp mijn boeken niet echt van tevoren. Ik ga uit van een situatie, zoals leraar zegt iets verkeerd in de klas, wat kan in een provinciestadje, wat kan er allemaal gebeuren. En dan heb ik een vaag idee van waar dat uiteindelijk, hoe dat moet aflopen. Maar ik weet niet, het tussengedeelte, dat weet ik nooit. Dat ontwerp ik ook niet van tevoren. Dus dat worden dan eilandjes die langzaam aan elkaar groeien. En tegen de tijd dat ik bij het ooit ontworpen einde ben, moet ik het einde meestal weggooien, omdat er in de tussentijd te veel is gebeurd om het einde nog te kunnen handhaven. Dus ik weet het echt niet van tevoren. En als je bijvoorbeeld vissen dan weer terugleest, zijn er dan ook scènes in of delen in het boek waarvan je denkt dat je er zelf door verrast bent nu alsnog weer? Je hebt het natuurlijk zelf geschreven, maar er zit er toch flink veel tijd tussen. Ja, je vergeet ook schrijver veel. Ik vergeet bijvoorbeeld hoe mijn personages heten, vergeet ik meteen eigenlijk al. En in Visser heb ik ze allemaal naar scheidsrechters genoemd. Nou, dat viel me al op. Dat ik Bramar zag ik. Ja, ik ben een voetbalman. Ja. maar er waren hele rare namen. En ik dacht de hele tijd, wat zijn dat toch gekke namen? En in één keer dacht ik, Bramar, dat is een scheidsrechter. Maar dat bleek het van de Hulten. Dat zijn allemaal scheidsrechters. Wolfrat had ik. Wegereven. Jan Wegereven. Haverkort. Het zijn fantastische namen. Daar kwam jij gewoon, dat is dan een vondst. Ja, Braamhaar, met Braamhaar is begonnen. Want ik keek toen elke week naar Studio Sport en had je altijd scheidsrechter Braamhaar. Dat is natuurlijk een mooie naam. En ik dacht, in een roman kom je daar niet meer weg met zo'n naam. Dus toen dacht ik, dat moet ik toch maar gaan proberen. Dus toen, ik had die psychiater, ook een merkwaardige man, die noemen we Braamhaar. En dat werkte heel goed. Hij werd ook Braamhaar. Ja. Dus toen dacht ik, het is een boek waar vrij veel bijfiguren in voorkomen. Politieagenten en journalisten en zo. Toen dacht ik, ga ze allemaal naar scheidsrechters noemen. En dan ben ik, het is altijd een probleem, hoe geef je mensen namen in een roman? Dat is heel belangrijk. Je moet het maar uitvinden hoe ze allemaal heten. Dus ik noem ze allemaal naar scheidsrechters. Dus toen heb ik op internet gewoon gekeken, lijst scheidsrechters, Eredivisie betaald voetbal. Haverkort, Van Hulten, Van Hulst. Ze stonden allemaal, al die personages, die stonden gewoon klaar. Dus en het was dus gewoon om een probleem op te lossen van, hoe noem ik al die mensen? Maar lezers hebben daar laatst natuurlijk allemaal symbolische waarde aan gegeven. Het was ooit eens ergens, las ik een lezersrecensie en die vrouw die schreef, ja, natuurlijk heeft hij al die personen naar scheidsrechters genoemd, al die mensen oordelen over Jacob Visser. Dat is ook zo, maar het was niet de bedoeling, maar het is wel zo. Deze diepe laag was mij dan weer helemaal ontgaan. Ja, sorry. En het interessante is van het personage Visser is ook dat het eigenlijk, zoals we nu schetsen, een goedmoedige man is. Hè, die waarvan, althans, die indruk zou u kunnen krijgen. Mm-hmm. Die leidt aan het leven en het misschien allemaal ook niet meer, in ieder geval de zon niet meer ziet schijnen. Maar wat jij doet in het boek al vrij snel in het begin, hij doet ook iets op zijn minst verwonderlijks of iets onaangenaams. Want er is een jong meisje dat ligt te slapen in een caravan, een leerling van hem. Ja. Onderdeel van een natuurlijk groter verhaal en netwerk, dat begrijpt u. Maar die betast hij. En sterker nog, als ik het volgens mij me goed herinner, steekt zijn duim in haar anus. Pink, sorry. Nou, daar wil ik dan vanaf zijn. Maar daardoor heb je niet, en zij ligt dan nog zo half te slapen. Dus dat is een aanranding, verkrachting. Ja. En waardoor je als lezer heel erg in de war raakt. Want daar doe je bewust iets, waardoor het voor mij ook heel moeilijk wordt om me nog met die vissen te verbinden. Ja, dat was ook bewust gedaan. Ja, dat snap ik. Maar waarom doe je dat? Omdat ik dacht, hij moet niet te knuffelbaar worden. Het is altijd een gevaar als je zo'n wat beetje losgeslagen man die er het zijne van denkt, een beetje alles ironiseert en van afstandje alles gaan bekijken. Dat kan natuurlijk een heel aangenaam personage worden. En dat wilde ik niet van hem maken. Ik denk, als die te aangenaam is, dan gaat de lezer ook nooit geloven dat hij wel eens iets verkeerds gezegd zou kunnen hebben in die les. Dus ik heb toen bewust, vrij in het begin, Vingerman zo'n scène ingevoerd. Denk van, nou, nu moet de lezer daar maar zelf mee uit de voeten en kijken wat hij nog van die man vindt. Ja. Ja, en sommige mensen houden daar op met lezen, heb ik gemerkt. Maar dat, dan is het dus, klaar. Dus het werkt wel, zou ik bijna zeggen. Er zijn dat soort scènes, denk je, nu kijk je daar nu anders aan, ook doordat er in de wereld heel veel is veranderd en we natuurlijk de MeToo-discussies hebben en over het mannelijk beeld van vrouwen. Is die scène daardoor nu voor jou anders dan toen je hem opschreef in 2008? Nee, voor mij is het nog steeds de oplossing van een technisch probleem, ja. Eigenlijk. Ja, dat klinkt cru, maar dat is zo. Maar ik merk wel dat lezers, ik zie nu op Hebbon bijvoorbeeld, een andere lezerssite, gaan mensen ook het boek herlezen. Die scène wordt nu vaker genoemd dan vroeger, volgens mij. Dus mensen zijn er alerter op dan vroeger. Dus ze gaan Jacob Visser alleen nog maar onsympathieker vinden dan lezers dat vroeger al gedaan hebben, denk ik. Maar het slaat niet op jou als auteur af, die dat scène, of wel? Of zijn mensen dan nu, als ze nu dat boek lezen, dat ze opeens denken, oh, die Rob van Essen, dat is er zo eentje die jonge meisjes
opvoert. Dat zouden naïeve lezers zijn dan, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Nee, maar omdat je zegt, het wordt nu wel vaker die vrouw die al die mensen heeft vermoord. Recensies, maar wordt het vaker genoemd? Het zou kunnen, want ik denk mensen lezen alles, tegenwoordig alles fictie, ook bijna als het non-fictie is of autobiografie. Dus het kan best dat mensen dat meer op mij afstraalt dan vroeger. Dat ga ik merken. Ja. Het zou interessant zijn om te kijken hoe in 10 jaar tijd dan het klimaat is veranderd. Vissen gaat natuurlijk daar ook voor een deel over. Hè? Er komt ook veel voorbij over ironie die niet meer wordt begrepen. Of eigenlijk misschien wel het einde van ironie. Ja. Dat is ook wel een onderwerp wat eigenlijk ook in de goede zone, voor mijn gevoel, ook nog wel terugkomt. Hoewel daar meer over verlies van intimiteit gaat, denk ik. Maar is dat lastig voor een schrijver? Dat die ironie inderdaad niet meer kan worden, als stijlmiddel kan worden ingezet zoals het is niet lastig, het is eerder een uitdaging, denk ik, om te kijken wat je er alsnog mee kan doen. Ik heb zelf ook altijd moeite met ironie, ook om het te gebruiken, omdat het is een heel gemakkelijk glijbaantje meteen naar het hoofd van de lezer. Weet je? Ja. Je zit er meteen in en iedereen is tevreden die het begrijpt. Dus dat is eigenlijk wel heel makkelijk. Dus daarom gaat Visser ook over ironie. De journalist die Visser dan aanvalt of aan de kaak wil stellen, dan heel oprecht overtuigd van zijn eigen goedheid. Ja. Die vraagt ook op een gegeven moment aan Visser van hoe ver ga je met je ironie? En dan heb je nu de grens van de ironie niet bereikt? En dan vraagt Visser zich ook af, de grens van de ironie, wat voor land zou daarachter liggen? Dus het speelt allemaal een beetje met ironie. En dat is met De Goede Zoon eigenlijk ook zo. Ja. En dat is, ik vind het geen beperking eigenlijk. Er zijn voor schrijver heel weinig beperkingen wat dat betreft. Je kan overal iets mee doen. Maar het feit dat jij dat als schrijver, waar je hele leven met taal bezig bent, en dat landschap zeg maar verandert, dat heeft geen gevolgen voor wat jij opschrijft. Tuurlijk, ik sta zelf ook in het landschap. Ja. Dus ik ben onderdeel van het landschap. Dus kijk, ik weet, als ik Visser nu zou herschrijven, ik denk niet dat ik die scène eruit zou halen. Nee. Dus ik bedoel, dat betreft, zoveel verandert er in mijn schrijverschap ook niet. Maar als je omgeving verandert, dan verander je zelf mee. Ook misschien niet in je schrijverschap, maar dan wel op de reactie op je schrijverschap. En als je omgeving anders naar jou gaat kijken, ga je ook anders naar jezelf kijken. Maar het zinnetje wat je hebt toegevoegd, dat refereert volgens mij weer aan de scène die we beschreven met de pink en het meisje dat ligt te slapen. Ja, dus dat is ergens naar het einde toe, hè? Dan zeg je van het is zo'n man die, je mag het zelf zeggen. Dat is ook een soort droomachtige scène. Ja, dan zit hij in de mist, letterlijk en figuurlijk in de mist, is hij dan op weg naar de bruiloft van zijn dochter zonder dat hij dat zelf eigenlijk weet. En dan wordt hij achtervolgd door een groepje jongens die voorheen nog zijn fans waren in de visserjeugd gevormden. En dan jouwen ze hem allemaal dingen na. En één jongen roept dan opeens van, als je niet uitkijkt, steekt hij een vinger in je reet. Ja. Maar ook dat is eigenlijk, dat klinkt ook heel... Wat een verwijzing is naar die scène. Het is een verwijzing. Het is ook een oplossing voor een technisch probleem eigenlijk. Die scène die hing zo in de... Er moest een verwijzing komen om het einde om het mooi rond te maken. Dat klinkt misschien heel afstandig, maar zo werkt dat. Ja. Nee, dat is juist mooi. Je wil het verhaal rondmaken door dat. En de lezer nog eens te bepalen bij die scène. Want die lezer is dat misschien inmiddels vergeten en dat merk je ook, want die scène met de kliniclown, die ook niet mals is eigenlijk. Nee. Die vinden veel lezers eigenlijk wel prettig. Een heleboel mensen, meer dan ik had gedacht, hebben een hekel aan kliniclowns. Of aan clowns in het algemeen. Mensen hebben angst voor clowns. Ja. Ja, dus voordat mensen hem weer te aardig gaan vinden, moesten we even terugrefereren aan wat er voorheen gebeurd is. Ja. Ja, en dat was dus wel voor jou heel belangrijk om die zin toe te voegen. Want je zegt, ik wil er niet aankomen. Ik wil eigenlijk trouw zijn aan de schrijver die ik in 2008 was. Maar daar dacht je, dit is belangrijk. Dit is iets wat ik wil herstellen. Ja. Ik vond het ook wel mooi dat de enige zin die ik er toegevoegd echt in het laatste hoofdstuk staat. Ja. Ik ben ook nog iets anders gefascineerd wat eigenlijk niks met schrijven te maken heeft. Maar ik las dat jij hebt beloofd, omdat je een prijs... Ja, dat is waar, of niet? Ja, dat je een tattoo ging laten tattoo, zetten als je die prijs zou winnen. Nou, je hebt de prijs inmiddels al lang en hoog en breed in je achterzak. Heb je dat dan ook gedaan? Ja, mijn redacteur begon daarmee. Je zou een tattoo zetten als ik de Liberus prijs. Mijn redacteur die zei op een gegeven moment... Een specifieke tattoo? Een kliniclown bijvoorbeeld? nee, dat ging over De Goede Zoon. Mijn redacteur zei toen ik het boek had gelezen, toen ik had ingeleverd, zei dit is, als dit boek geen shortlist haalt, dan laat ik een tatoeage zetten van de diamanten schedel van Damien Hirst. Ja, die speelt een rol in De Goede Zoon, een belangrijke rol speelt. Ja. Toen zei ik in mijn onschuld, van, als het wel een shortlist haalt, dan doe ik dat. Dus nu moet ik het eigenlijk doen. Ik heb er ook over gedacht om gewoon te vertellen van ik heb het al laten doen, maar op een plek die ik niet kan laten zien. Maar dat vind ik best een goede oplossing. Dat zou heel flauw zijn uiteindelijk, dus het moet nog gebeuren. Ja. Oké. Okay. Ja. En ben je nu voor dit boek, want dat is natuurlijk mooi dat zo'n boek een tweede kans krijgt. Dat jij hoopt, en dat zal ook zeker zo zijn, dat het door het succes wat je nu hebt, dat dit boek ook veel beter gelezen gaat worden. Ja. En heeft dat ook een gevolg voor andere boeken? Wordt die hele... Dat hoop ik wel natuurlijk. Erfenis, maar je hele oeuvre nog even opnieuw... Hoe meer er weer het leven worden gewekt, hoe beter natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ja. 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 Nee, er zit niet echt een boek bij waarvan ik denk van, nee, dat maar niet. Of zo. Nee.
Nee. Het is gelijk een mooie opdracht voor het publiek. Zeker. En de allerlaatste vraag is dan natuurlijk, als we het over je boeken hebben en de boeken die uit zijn gegeven. Je bent ook, je hebt afgesproken dat je de biografie van Menno Wichmann gaat schrijven. Ja. De dichter, kom je daaraan toe? Ben je daaraan begonnen? Ik was eraan begonnen. Ik had die opdracht in januari gekregen, dus ik was al een paar maanden bezig. Toen kwam die prijs en daarna is het al minder geworden. Minder tijd en minder concentratie. Maar ik ga daar zeker mee door. Maar dat is een project van een aantal jaren, dus dat duurt nog even. Dat doe je naast de fictie ook? Naast de fictie, ja. Er komt volgend jaar ook een verhalenbundel uit, volgend najaar. Maar die is eigenlijk al af. Dus ik heb wel tijd om aan Menno Wichmann te werken weer. Dus het goede nieuws is dat we van Rob van Essen niet af zijn voorlopig. Nee. Dat vinden wij hier goed nieuws. Okay. Dames en heren, geef me een warm en luid applaus. Rob van Essen, dankjewel. Dank u wel. Het begint in 2012. In 2012 is het jaar waarin Barack Obama opnieuw verkozen werd als president van de Verenigde Staten. 2012 is ook het jaar waarin sommige mensen in de Maya-kalender het bewijs zagen van het einde van de wereld. Ik had tenslotte een aantal maanden nog maar te leven. En ik had me ingeschreven voor een literatuurprijs voor jonge schrijvers. En ik werd aangekondigd, nou, een beetje net als vandaag. Ik kom altijd een beetje wat traagjes op. En ik ging staan en mijn eerste gedicht heet Regendagen en gaat als volgt. Ik ben regendagen gaan waarderen. Grijze wolken kijken boos. Kleur maakt het somber. Het ritme waarop de druppels neerkomen op mijn dak zegt, ga maar lekker slapen. Ik droom dat ik in de regen dans. Zij bidden voor regen, ze doen de regendans. Maar regen laat zich niet sturen, regen stuurt. Ik ben regendagen gaan waarderen. Regendagen brengen structuur. Ik weet nog goed, ik maakte een buiging. En Ik kreeg toen ook geen applaus. Een van de juryleden die viel onmiddellijk over een spellingsfout die ik gemaakt had in het gedicht. En ik moet zeggen, ik weet nog steeds niet welke dat precies is. Het enige wat ik kon zeggen is, oh sorry, ik ben dyslectisch. En een van de juryleden reageerde een beetje sarcastisch van een dyslectische dichter. Hoe je dat zei, kreeg ik een flashback uit mijn kinderjaren, misschien 10 jaar daarvoor. Ik ben 10, 11 jaar en ik moet Shall I Compare Tea to a Summer Day voordragen. Een van de bekendste sonetten van Shakespeare. En daarna, ik had de hele week geoefend en ik ging voor de klas staan en ik begon het gedicht voor te lezen en halverwege begon ik te stotteren en ik kreeg het warm. Ik begon te zweten en mijn meester zegt op een gegeven moment van Gershwin, begrijp je zelf wat je aan het lezen bent? En natuurlijk begreep ik het zelf niet. En hij zei op een gegeven moment ook van, hey Gershwin, ja, Shakespeare is niet voor iedereen, dus ja, stop maar. Hij bedoelde het heel goed, dat weet ik zeker. Maar het kwam bij mij over alsof hij zei van Gershwin, ben je dom of zo. En ik denk dat het vooral kwam omdat ik zo vaak daarmee geassocieerd werd, dat ik op een gegeven moment daarin was gaan geloven. En ik weet nog toen ik een paar maanden later, toen ik te horen kreeg dat ik dyslectisch ben, dat mijn eerste reactie dan ook was van, oh god, is dit voor altijd? En mijn meester zei, ja Gershwin, het is voor altijd. En ik dacht, oh god, wat moet ik dan? En ik ging naar een praktijk voor mensen die dyslectisch zijn. Mensen met een bijzonder brein noemen ze dat tegenwoordig. Op school was ik al bovengemiddeld bezig met taal, omdat ik zoveel huiswerk kreeg, omdat ik nooit voldoende haalde. Ik ging naar huis. Nou, mijn ouders die vonden dan dat ze het beter konden. Nog meer huiswerk. En dan ging ik ook nog naar een praktijk om dan nog meer met taal bezig te zijn. En ik werd er dood en dood ongelukkig van. Na een van mijn allereerste sessies kwam ik de gang oplopen en er zat een vrouw op de gang en die keek me net wat langer aan dan, een beetje awkward lang keek ze me aan. En ze zei van, ga op zoek naar jezelf.
hoe langer het duurt, hoe eerlijker je bent. En inmiddels heb ik filosofie gestudeerd. Klinkt het als een mooie filosofische spreuk, maar toen was ik 12. Ik dacht, wat is dit voor vage zin? Slaat dit op? Maar diezelfde vrouw die was toen aanwezig in 2012 op mijn allereerste voordracht. Ik weet nog dat ik het podium afging, hoofd voorover gebogen, gezworen nooit meer een gedicht voor te dragen. Voor mij mocht de wereld echt vergaan op dat moment. En ze kwam naar me toe en ze zei, Kirsten, zeg nooit sorry voor het feit dat je dyslectisch bent. Je mag dan wat spellingsfouten gemaakt hebben, maar de manier hoe je daar staat, de rust die je uitstraalt, die tonen me dat je toch wel echt je kracht gevonden hebt. Het waren die zinnen, heel simpel, heel klein. Tegelijkertijd toch zo allesomvattend dat ik naar huis ging. Op een gegeven moment toch nog bedacht om in te schrijven voor nog een literatuurprijs. Mee te doen met nog een gedichtenwedstrijd, nog een open podium, nog een talentenjacht. En ik kwam erachter dat juist omdat ik dyslectisch ben, dat ik zo'n begaafde dichter ben. Omdat ik al vanaf kleins af aan al speel met synoniemen op het moment dat ik niet weet hoe ik iets moet schrijven. En omdat ik heel veel stijlfouten maak, eigenlijk best wel poëtisch uitziet. Poëtisch klinkt. Dat toen mijn eerste gedichtenbundel, Ik heb een fiets gekocht, uitkwam. Dat ik die vrouw heel graag mijn eerste gedichtenbundel wou geven. En zij woont op Curaçao, dus ik ben... Ik ben naar Curaçao gevlogen en opgezocht en ik heb haar mijn eerste gedichtenbundel overhandigd. En haar naam is Soneira Pisas en zij is mijn moeder. En hetgeen wat ik vandaag dan ook wil meegeven, is dat potentie niet bestaat dat het herkent. Dat we allemaal, zoals we hier zitten, verantwoordelijk kunnen zijn voor het geloof dat de mensen in onze directe omgeving in zichzelf hebben. Dat we op die manier mensen kunnen inspireren om in zichzelf te gaan geloven. Want het makkelijkste wat ik nu doe, is schrijven en spreken in opdracht voor bedrijven. Gedichten voordragen. Het moeilijkste was geloven dat ik dat kon. Geloven dat ik als 26-jarige dyslect stadsdichter van Amsterdam kan zijn. En dat is wat die hele simpele woorden gedaan hebben. En dat is eigenlijk wat ik vandaag wou meegeven. Aan tafel zit Barbara de Lange. En Barbara de Lange is vertaalster, sinds 1985 zo'n beetje actief als vertaler. Hè? Vertaler van onder meer Margaret Atwood, D.H. Lawrence, Donna Tartt en dus ook Virginia Woolf. En het laatste werk van Woolf dat je hebt vertaald is Night and Day, Nacht en Dag. En daar gaan we het nu over hebben. Ja. En het is altijd wel fijn om even van tevoren te vertellen waar zo'n boek over gaat. En ik ga proberen een hele kleine samenvatting te geven. Het boek is, zoals u ziet, tamelijk lijvig. Het plot gaat eigenlijk over Mary Datchet. Die valt op Ralph Denham. En Ralph Denham is verliefd op Catherine Hilberry. En Catherine Hilberry is verloofd met Rodney Williams. En gaat zich verloven met Rodney Williams. En op een gegeven moment komt er ook nog ineens een nichtje van Catherine Hilberry ten tonele. Cassandra. Ja. Dus dat is waar het om draait, om die mensen binnen het Londen van tegen 1920. Hè. Het is een vrij lijvige roman, want het draait natuurlijk meer om alleen de amourettes en verlovingen. Ja, het is geen liefdesroman, zeg maar. Nee, het, is, het gaat heel erg over de rollen die ze spelen. Die ze kunnen spelen in de maatschappij. En het begint ermee dat Catherine een theevisite zeg maar, voorzit, als het ware. En langzamerhand ontwikkelt zich dat. En dan blijkt ook dat zij overdag eigenlijk een conventionele rol speelt. 'S Nachts dan houden ze zich bezig met wiskunde. Gaat ze allemaal
opgave maken. Ongebruikelijk en, voor een vrouw in de tijd? Ja. 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 En ze wil eigenlijk een soort van vrijheid krijgen. Ze is al bijna 30, geloof ik, en dan maar nog thuis en ongehuwd. Dus ze verlooft zich met die Rodney. In de hoop dat het huwelijk haar vrijheid zal brengen. En langzamerhand in de loop van het hele verhaal, dan blijkt dat niet het geval zal zijn. En iedereen leert langzamerhand eigenlijk zichzelf kennen. Begint dus het in te zien. Het is dus geen achtbaan, maar ondertussen gaat het wel op en neer helemaal. Die gevoelens van iedereen voor elkaar. En Mary Datchet is verliefd, maar besluit uiteindelijk dus gewoon ongehuwd door het leven te gaan, een carrière te volgen. Ja, en haar carrière, hè, zij is erg actief in de vrouwenkiesrechtsbeweging. Ja. Hè? Vrouwen hebben nog geen recht om te stemmen. Dat was het toen nog niet, inderdaad. En in die zin heeft het natuurlijk, is dat niet meer zo actueel eigenlijk. Maar wat nog steeds actueel is, denk ik, is hoe je, en dat geldt zowel voor mannen als vrouwen, denk ik, van hoe je, wat voor rol je de maatschappij je aanbiedt, wat voor mogelijkheden je hebt om jezelf te zijn, maar ook je te ontwikkelen en te ontplooien. Ja, ja, en ook heel erg, wat ik er ook wel in las, was de twijfel van wat voel ik voor iemand. Is het vriendschap? Ja. Is het liefde? Ja, en uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon heel, heel eerlijk zijn tegenover jezelf en ook tegen natuurlijk degene met wie je eventueel gaat trouwen. Ja. Maar, en daar gaat het eigenlijk heel erg over. En zij kan dat met heel veel psychologisch inzicht, Virginia Woolf, dat beschrijven. Ja, want zij beschrijft heel nauwkeurig inderdaad, niet alleen wat je ziet, dus hoe personages eruit zien, maar ook natuurlijk hun innerlijke. Vooral juist, ja. En je hebt een voorbeeld meegenomen van hoe zij zo nauwkeurig en precies. Ja, dat gaat eigenlijk over de moeder. Ja, de moeder van Catherine Hillberry is dit. Die kan inderdaad niet langer dan 10 minuten achter één iets doen. Nee, hè? Die kan zich niet zo lang concentreren. Nee. En die is sowieso een beetje van de hak op de tak springerig. En dan zijn ze in een plaatsje en ze is haar gezelschap kwijt waarmee ze daar was. En dan moet ik even mijn bril afzetten. En dan zegt ze, en nu vervolgde ze nadat ze de informatie en de pot honing had verkregen en aan Mary was voorgesteld en erop had gestaan dat ze met haar mee terugliepen naar de ruïnes. Aangezien het in een stad met zoveel bochten, zulke uitzichten, zulke verrukkelijke halfblote jongetjes die in plassen stonden te spatten, zulke Venetiaanse kanaaltjes, zulk oud Chinees blauw in de brokanterieën, voor één persoon onmogelijk was de weg naar de ruïnes te vinden. Dus wat Virginia Woolf doet is eigenlijk, ja, dit is ook een soort doolhof, die zin. Hè? En dat is heel veel bij haar, dat de stijl, de zinsbouw heel sterk het verhaal ondersteunt. En dat maakt ook het vertalen erg leuk. Is dat ook de reden dat je dacht, daar wil ik echt aan zitten als vertaler? Is dat iets wat jou aanspreekt? Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, het is een beetje puzzelen, het is een beetje spoor zoeken van. Het is net, weet je, je begint met zo'n boek en je begint te lezen. Het is alsof je een zaal inloopt met een schilderij en je krijgt een indruk van de sfeer, de kleuren, de toon. En daarna ga je kijken heel dicht op het doek, maar dan hier dan op de woorden van, ja, hoe wordt dat effect dan bereikt? En dan zie je dus heel kleine dingetjes waaraan je dat kunt merken. En hoe vrij ben je dan als vertaler? Want je zit natuurlijk in andermans werk. En je gebruikt eigenlijk ook andermans hoofd voor een deel. En het wordt ook jouw taal. Hoe werkt dat precies? Dat vind ik zo fascinerend. Maar ja, voor een deel is de zin zo in het Engels gewoon anders dan in het Nederlands. Dus eigenlijk zou je zeggen van dat moet je gewoon omzetten. Ja, dus alleen, het is een soort van herschrijven eigenlijk. Ja, nou, ik vind dat nog best wel letterlijk. Nou, letterlijk is een groot. Ja, dat is het niet. Maar ik vind dat niet te vrij. Het moet een Nederlandse zin worden gewoon. Alleen, je hebt bepaalde standaard dingen die je bijna automatisch zou doen, wat niet kan. Omdat zij haar zinnen gewoon zo opbouwt, dat als je bijvoorbeeld een grap maakt, dan heeft dat te maken met de timing. En dan moet bijvoorbeeld de informatie aan het eind komen. Dus ook al eist Nederlandse zinsbouw dat je het omgooit, dat kan je niet doen, omdat dan de grap weg is. Ja. Dus dat is een beetje. En hoe los je dat op? ja, nou ja, elke keer anders.
Ja, daar heb ik nu niet een voorbeeld van, maar daar moet je heel erg op letten. Ja. Het is natuurlijk, het mooie van het vak, maar het lijkt me ook echt om gek van te worden. Nee, dat vind ik niet. Nee, ik vind het, dat is wel mooi. Maar je bent eigenlijk altijd aan het balanceren en aan het doseren ook. Bijvoorbeeld, zij gebruikt heel weinig idiomen, hè, uitdrukkingen. Er is een bandopname, een geluidsopname van haar, ja, waarin ze zegt van dat woorden voor haar zo beladen zijn. Ze zegt van, ik wou dat ik in de 15e, 16e eeuw had geleefd, want toen was de taal nog fris. En helemaal niet beladen met allerlei associaties en connotaties enzovoort. Heel bijzonder, hè? Het is de enige opname van haar stem. Ja. En je kunt hem horen op YouTube. Dat is leuk. Als je Virginia Woolf, dan kun je dus Virginia Woolf zelf horen spreken inderdaad over die taal. Dat hele met die bekakte stem. Ja, heel, heel erg. Ja. Precies zoals je een Britse upperclass lady... Words. Ja. Ja. Maar goed, dus omdat zij dat daar zo uitdrukkelijk heeft gezegd, hou ik me dus ook heel erg in en probeer ik ook niet allerlei ongewenste associaties op te roepen of idioom te gebruiken waar zij dat ook niet doet. Wat mij opviel was dat ze dan zowel heel erg op de uiterlijke kenmerken gaat zitten, hè, dus die moeder waar we het net al even over hadden, die wordt op een gegeven moment beschreven als een vrouw die over het oppervlak van de jaren is gescheerd. Ja, ja, mooi. Hè? Dus die is tegen de 60, maar die ziet er nog best goed uit. Ja. En dan precies zo'n opmerking. Ja. Dat is heel erg een uiterlijke beschrijving, eigenlijk. Ja, ja. Maar tegelijkertijd krijg je ook die ontzettend innerlijke verscheurdheid. Hè? Mensen zeggen ook heel vaak niet wat ze eigenlijk bedoelen. Ja. Tot op het punt dat iemand zegt, ik wil met je trouwen, ik wil verloofd zijn met jou. En je weet tegelijkertijd, nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Nee. En zoals jij nu die boeken van Virginia Woolf hebt vertaald en heel erg daardoor in dat werk bent gezitten, raak je dan tijdens het proces ook, dat klinkt misschien wat romantisch, maar een soort vergroeid met haar, dat je bijna in haar hoofd, dat je bijna zoals een acteur ook in een rol kan vallen, Virginia Woolf wordt, want je zit zo in die taal dat je ook gaat denken zoals zij dacht. Of is dat niet zo? Nee, ik denk... Had jij dat misschien? Nou ja, ik ben een beetje romantisch, dus ik verlies mijn hoofd heel snel. Maar dus, in de zin van, dat kan me zo voorstellen. Want het is zoiets intensiefs om in die taal van toe te zitten en haar denken. Het gaat een beetje heen en weer, want je moet ook de hele toch wel weer afstand bewaren. En het moet ook en daar ook met afstand weer naar kunnen kijken. Of het geheel klopt, het hele plaatje. Heb je een lievelingswolf van jouw vertalingen dan? Eentje waarvan je denkt, dat vind ik echt... Ik denk de jaren. De jaren, ja. Ja, dat vond ik... Maar misschien is dat ook wel gewoon omdat ik dat als eerste heb gedaan. Daar is mee begonnen. Ja, ja. Je lievelingetje sowieso. Mooi, heel mooie sfeer, ja. En welke schrijver nog meer zou je, zeg maar, willen vertalen? Zijn er ook nog geheimen of ontdekkingen waarvan jij zegt, ik ben aan het leuren bij uitgevers, want ik heb nog een boek wat ik zo graag wil vertalen. Want dit is het moment, hè. Als de letter live is geweest, kan niemand meer terug. Ik ben al bezig met zo eentje, namelijk een nog nooit vertaald boek van D.H. Lawrence. Ah. Dus, En de titel dat is? Kangaroo. Ja. En waar speelt dat het? Dat kon ik nog. Ik denk in Australië, maar doe eens een gok. Zeker, ja. Ja, daar ben je nu mee bezig? Daar ben ik nu mee bezig. En wanneer moet het klaar zijn? Juni volgend jaar. Dus ik heb nog even de tijd. Kunnen we ons vast op verheugen dan? Zeker. Ik hoop het. Ja. Nou, heel erg bedankt. Barbara Lange, dank je wel. Stacey Esaias is actrice, presentatrice en onderneemster en toneelschrijfster. En zij heeft een voorstelling geschreven, een one-woman show, Soep. Soep met een uitroepteken. Soep speelt volgend voorjaar in de theaters door het land. Zij komt hier een kleine preview geven. Het gaat over de soms wat bewerkelijke weg richting het moederschap. En het gaat ook over onder meer of koriander voor een enorme familieruzie kan zorgen. Dus alvast een hartelijk applaus voor Stacey Esaias. De motivatie voor mij om uiteindelijk toch wel de weg naar moedermens in te slaan, was voornamelijk mijn oma.
ik had opeens, er was zo'n drang om te kunnen zeggen, kijk oma, dit is uw achterkleinkind. Ja, dat vond ik belangrijk, dat vond ik nodig. Ik moest ook tegen mijn kind kunnen zeggen, kijk, hier sta je met mijn oma op de foto. Ja. En er was opeens haast bij, want die ene keer toen ik op vakantie ging naar Suriname en van het vliegveld regelrecht naar haar huis toe ging, zoals altijd, voor een serie stevige omhelzingen, zoals altijd, liep ik op haar af. Ze keek me aan en zei, ik ken je gezicht wel, maar ik kan niet op je naam komen. Stacy. Ik ben het, Stacy. Uw kleindochter? De dochter van Margot? Oh ja. Ja, nu weet ik het weer. Maar ja, leeftijd speelt al een rol, hè? Van Margot, hè? Ja. Van Margot, ja. We omhelsten elkaar, maar het was anders dan altijd. Ik heb het eigenlijk zo lang als mogelijk ontkend, maar ik wist het al vanaf dat moment. Het vuur onder mijn oma's soeppot brandde nog, maar de ingrediënten waren langzaam aan het verdampen, verpulveren. Shit, hé. Dan heeft u uw hele leven, al die jaren, zo hard gezwoegd om samen met uw man 8 kinderen groot te brengen. Daadwerkelijk wonderen verricht met een minimaal inkomen. Alles zodat zij het beter zouden hebben dan het u het heeft gehad. Eigen plannen, wensen, dromen, ambities aan een kant gezet, zodat zij daar konden komen waar u nooit gekomen bent. En niet omdat u het niet zou kunnen, maar omdat iedereen belangrijker was dan uzelf. Mijn oma, onbreekbare vrouw. En die uiteindelijk geslaagde, succesvolle, gelukkige kinderen, die konden met al hun successen niet voorkomen dat ze langzaam uit uw bewustzijn aan het vervagen waren. Maar goed, mijn oma's harde werk zou niet voor niks zijn. Het succes zou voortgezet worden. Ja, een gezond, lief, intelligent, getalenteerd, enigszins schattig ogend achterkleinkind als nalatenschap. Nog voordat ze mij helemaal vergeten was. Ja, dat was mijn plan. En mijn plan had alle kans van slagen. Ik ben namelijk een meester in plannen. Ja? Ja. Namelijk zo goed dat ik gelijk bij de eerste poging zwanger ben. Bam! Ja, een ovulatie, het enige moment waarop een vrouw zwanger kan raken, vindt slechts 24 tot 48 uur in een maand plaats. Hè? Besef, hoor het aan, laat het land nog even plek. In al die 30 dagen zijn er slechts 1 tot 2 dagen waarop een vrouw zwanger kan worden. En ik had dat moment feilloos berekend. Oeh, oh, wat moet er veel geregeld worden. Oké. Back to business. Eens even zien. Bevallingsperiode in de zomervakantie. Ah, handig met werk. Goed gedaan, Stacy. I know, right? Check. Alvast een afspraak gemaakt bij de verloskundige praktijk. Check. Nou, ook maar alvast een babykamer op Marktplaats gereserveerd. Check. En toen week 6. Misgelopen. Misplaatst. Misleidend. Mispoes. Misgegaan, misgelopen, misgeslagen, misvatting, misselijkmakend, misdragend, mislukking, miskraam, mis. De vrolijke gefeliciteerd je wordt oma kaarten die we onze moeders hadden gegeven, ja, die konden weer voor onbepaalde tijd de lade in. Ja, helaas was er voor dit nieuwe nieuws waren er geen kaarten.
Tenminste, dat heb ik eigenlijk nooit uitgezocht. Zou wel handig zijn. Weet je, dan hoef je die woorden zelf niet uit te spreken. Een kaart met op de voorkant iets van... jammer. Of och, och. Nou hoor. Of als je me nou... Maar dan wel met in verschillende lettertypes, met vrolijke kleuren, want anders wordt het allemaal ook zo somber. En dan als teken van optimisme, aan de binnenkant een tekst als... wij waren zwanger, maar helaas niet meer. Nu niet gelukt, vast een volgende keer.